Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er ligt bewolking boven Nederland, met name boven het zuiden. En die wolken gaan zich langzaamaan weer uitbreiden. Er valt ook af en toe wat lichte regen. In de ochtend, vooral in het zuiden, maar het breidt zich wel uit in noordelijke richting. En vanmiddag uh, wordt het dan in het zuidwesten van het land langzaam maar zeker wel weer droog. Of daar dan ook een opklaring bij hoort, dat is nog even afwachten. Want in het algemeen zal bewolking blijven overheersen. Er stroomt ook zachte lucht het land in. In het zuidwesten is het vanmiddag 13 graden. En in het noordoosten nog 7. Maar vanavond loopt de temperatuur in het noordoosten ook gewoon nog wat verder op. Er valt hier en daar nog wat lichte regen, maar geleidelijk aan wordt het op steeds meer plaatsen droog. Dan morgen, een dag met overwegend droog weer. Hier en daar een klein beetje zon, vooral in het zuiden van het land. In het noorden van het land zou nog een spat motregen kunnen vallen. Het wordt 9 tot 11 graden bij een matige tot krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. Dan donderdag. Een lange tijd blijft het droog. In de avond zou er vanuit het noordwesten uit weer wat regen het land in kunnen trekken. Er is ruimte voor wat zonnend: voor 10 of 11 graden. Vrijdag duidelijk wat vaker regen. Maar in de loop van de dag toch ook wel weer wat zonnige momenten bij een graad of 9. En in het weekende wordt het dan weer een stuk wisselvalliger. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.